plaatje draaien. En wel deze. Dat is een mooie hoes. Het zegt mij niks. Er staat op karate. Operation Sand Empty Dare. Er zit een kaartje bij uit het patronaat. 12,50 gulden. Dat is een toegangsprijs. Voor dat concert. In Haarlem. Jij was wel eens in Haarlem geweest, toch? Zei een keer. Ik ben wel eens in Haarlem geweest, ja. Ja, nou, dan weet je daar alles van waarschijnlijk. Het is een prachtig stadje. Echt, ja, als je een kind krijgt, dan wil je daar wonen met je voortuintje. Ja, nou, Haarlem was Amersfoort voordat het Amersfoort was. Dit moet je niet doen, hè? Ja, ik weet niet hoe dat werkt. Nee, maar je moet het niet... Dat hoort er gewoon zo in en zo moet je dat straks weer doen. Je moet dat, want dat past niet anders. Oké. Okay. Nou. Dat, Is dit Nederlands? In het Engels heet dat anaal. Dat je nu... Dit is recorded by Andy Hung. Zou die Well Hung zijn? Komt uit Chicago. En ze noemen het Southern Records. Nee, dat doe nou niet. Dat kan je straks doen. Ja, we kunnen het nu kunnen horen. Ja, maar dan heb ik in het begin gesproken en dan denk je, oh, dat is goed. En dan doe je het harder en dan... Net als met Harry Belafonte. Maar er zijn toch twee sporen? Ja, maar dat doe je niet altijd. Nee, maar ik hou dat vanaf... Ik leer van mijn fouten. Oké. Dit is leuker. Dit is leuk. Maarten Branten leert van zijn fouten. Soms. Maar hij maakt natuurlijk heel weinig fouten. Die heeft hij allemaal gemaakt voordat ik hem kende. Het is een hele pregnante drum. Ik vind het super gaaf dit. Ja, het is een beetje progrockachtig. Mooie gitaar. Oh, de drum valt me op. Ook wel een nummer waarvan je wel kunt afvragen. Wat bezielt mensen om het op een singeltje uit te brengen? De laatste keer dat een nummer als dit de hitlijsten... Oh nee, dat was helemaal nooit, hè? Helemaal nooit. Nee, maar singeltjes worden niet alleen maar gemaakt om op de hitlijsten te komen. Nou, kennelijk. Of ze zijn eigenlijk net gek. De singeltjes worden gewoon gemaakt zodat wij ze gaan draaien. Ja, ik vind het leuk, maar toch een tikje saaier. Jaartal. Het is nog in het Florijnen-tijdperk. Het was in maart, notabene. Het is nu ook maart. Ja, het is toeval. Het singeltje is gedateerd 1997, dus dit zal dan waarschijnlijk maart 98 zijn geweest. Ik had het ouder gedacht, maar hoewel de vormgeving... Ik vind het heerlijke gitaar. Prachtig geluid, lekker. Gewoon zo'n gitaar die even zo mag doen wat hij doet. Inderdaad een beetje proggy. Dit is wel inderdaad een nummer waar de zang onder geschikt is. Ja. Het is ook gewoon eventjes een stukje met zang. Want dat doen we met liedjes, maar niet per se nodig. En ook een zang die een beetje niet heel uitgesproken is. En dat is wel jammer eigenlijk. Ja. Ik vind het wel lekker. Echt lekker. Ja. Ja. Dit vind ik een heel lekker stukje. Als je meer informatie wil, kan je naar PO Box 577375 in Chicago schrijven. Oh ja, Andy Hung. Ja. Opgenomen door een Chinees. Dat klinkt je, dat hoor je niet. Nee. Hij gaat niet, hij heeft geen afslag naar het midden. Hij blijft gewoon hangen. Nee, het is gewoon een beetje... Ah, daar is hij. Hij is ongeduldig. Jezus, wat kleine gaatjes hebben ze allemaal. Ja, deze is niet voor DJ's bedoeld, maar dat snap ik ook wel met deze muziek. Empty There. Ik dacht eerst... Leeg daar. Het is leeg daar. Oh, ik dacht eerst Empty Tree, maar het is Empty Lege There. Boom. Ja.
Vertel het even voor de mensen. Empty there. De kant 1 heet Sand. Deze is wel een beetje grijs gedraaid, hè? Maar dat is ook fijn. Hij klinkt meer statisch, toch? Ja. Ik wil een statisch doekje pakken voor een eiland. Ah, joh. Nee. Ik vind dit minder. Ja, maar het is ook te zacht. Dat kun je niet goed horen. Het is harder voor jou, hè? Nee, maar dat mix je maar harder dan. Ja, maar ik kan het nu niet horen. Oh, je kan het moeten nu toch over praten. Spelletje ook wel echt vals is nu. Ik ben zelfs met teruggegaan. Vind ik dit namelijk wel gaaf. Het plaatsspelletje is super vals. Daarom ben ik ermee teruggegaan. Maar ik werd uitgelachen. Nee, ik heb er echt 3 keer naar gekeken. Hij is prima. En LP strekt hij gewoon helemaal niet. Nee. Ik heb gisteravond thuis weer even LP's gedraaid. Tin Machine. Dat is hartstikke leuk. Heb jij er een LP van? Ja. 1 of 2? 1. Nou, ik vind 2 echt veel beter. Ja, dat is jouw probleem. 2 is mijn favoriete. Heb je die op LP? Nee. Oh. Wat heb ik verder nog gedraaid? Funkadelic? George Clinton. Ja? Is dat nou familie van Hillary en Bill Clinton of niet? Ja, of van George Bush? Dat vraagt nou helemaal niemand zich af, hè? Of George Clinton nou ook op dat eiland van Epstein is geweest. Of George? George Clinton nou ook op dat. Iedereen is Clinton daar geweest. Iedereen weet het gaat over Bill. Het gaat niet over George. Ik vind het wel lekker. Ja, het is wel leuk. Ja. Vergeet er bijna naar te luisteren, maar het is wel gewoon. Koningskinderen van Engeland, die maken het ook maar bont, hè? Ja, is het zo? Ja. Naast Prins Andrew, bedoel je? Of hebben we het niet meer over het eiland van Epstein? Nee. Meghan, die heeft personeel het paleis uitgejaagd. Ja, maar dat is wel interessant, hè? Want dat is alleen maar een punt omdat zij in ongenade zijn gevallen bij het Koningshuis. Ja, zeker. Daarvoor was dat helemaal prima. Dat is hoe je met personeel omgaat. Ja. Ja. Ja, ik hou hiervan. Ik ben er helemaal blij mee. Het is ook net, zeg maar, je hebt deze muziek ook en dan is het net een stapje verder en is het gelijk suicidaal. Daar hou ik helemaal niet van, daar ben ik gelijk klaar mee. Jij houdt niet van suicidaal? Niet qua muziek, ook niet qua gedrag trouwens. Alhoewel, nou, er zijn eigenlijk wel genoeg mensen die van mij best een stukje suicidaal mogen, maar... Welke muzikant zou van jou als eerste suicide mogen zijn? Rick Slijngaard. Nee, het is een grapje ook. Nee, die is voor... En Anita dan? De Anita sowieso niet. Ray heet die trouwens. Ja, wat zei ik? Rick. Nee, en ook sowieso niet. Ik bedoel, wat heeft hij nou de afgelopen 15 jaar voor kwaad de wereld aangedaan? Ja. Helemaal niks. Nee, ik maak een grapje. Nee, muzikant voor mij hoeft hem niet doet. Nou, weet je wie wel... Maar ik heb wel zoiets van dat mensen die lang zeggen dat ze het leven kut vinden, die moeten voor mij wel zelfmoord plegen. Anders dan ben je echt... Ja, dan zit je zo van, ja... En weet je wie van mij wel echt dood mag? Jimi Hendrix. Heb ik echt mee gehad. Ja. Kurt Cobain ook. Ja. Dennis Joplin. Ja.
Maar weet je wie daarvan al dood mocht voordat ze dood gingen? Ja, dat is toch wel Amy Winehouse. Ja, ja, ik heb heel lang met een doodwens geleefd voor... hoe heet die gitarist van de Dire Straits nou ook alweer? Mark Knopfler. Ja, maar ik ben toch op teruggekomen. Maar dat heeft te maken met bepaalde vrienden die slechte invloed op me hebben. Ja. Snap ik. Ja, maar ik heb daar wel eens over verteld. Maar jouw enige referentiepunt was ook Rock of Life, hè? Dus op zich is het je vergeven. Heet dat Money for Nothing? Nothing is gewoon een prima nummer, toch? Ja, klaar. Dit was goed. We hebben heel veel over andere dingen gehad, maar ik vond dit heel goed. Oh, wacht eens even. Er is iets raars gebeurd, hoor. Wat dan? Dat zal ik je laten zien. Hij stond te laat. Hij was steeds op 33 toeren. Hé? Kijk, dit is waarschijnlijk hoe die moet klinken. We hebben het gewoon niet doorgehaald. Beide kanten niet. We hebben het gezien als hele trage stoorrok. Nee, maar dit is... Nee, we hebben het goed. Nee, we hebben het wel goed. We zaten gewoon goed. We zaten gewoon goed. Nee, dit is niet inderdaad... Dit is geen Walt Disney productie waar we naar luisteren. Nee. Nee, het was gewoon goed. We zaten gewoon goed. Ja, dit is zo'n gitaar klinkt inderdaad... Nou, ja, lachen. Godzijdank. Even aan laten staan, dan kan ik uitveden erop. Ja, dit is goed. Nou mensen, dank u wel weer voor uw aandacht. Wij hebben genoten. Moet ik nog een cijfertje geven? Ja, ik vind het wel... Ik geef het geheel toch wel een minimaal 7,5. Ja, zoiets wel. Oh, ja, ik zit steeds lager. Ik wou 8 zeggen. Ja, ik zit er iets onder, omdat ik weet hoeveel beter muziek nog kan zijn dan dit uiteindelijk, zeg maar. Ik heb 2 keer een 9 gegeven. Ja, dat is ook goed. Nou, mensen, doei. Dag.